Dinsdagmiddag werd een begin gemaakt met het terugplaatsen van de 12 beelden van de apostelen op de voorgevel van de Latijnse school aan het St. Stevenskerkhof. Ze zijn bijna een jaar weg geweest. De Latijnse school is gebouwd in 1545. De oorspronkelijke 16e-eeuwse apostelbeelden bestaan niet meer. Ze zijn bij de restauratie van de Latijnse school in 1965 vervangen door replica's. Deze kopieën waren vanwege een slechte steensoort alweer aan vervanging toe. De nieuwe beelden komen van een gespecialiseerde steenhouwerij. Eerst is van ieder beeld een 3D-scan gemaakt. Met behulp van deze scans freesde een robot vervolgens de nieuwe beelden uit de natuursteen. De fijne bewerking van de beelden is vervolgens gedaan door een beeldhouwer. De feestelijke onthulling van de laatste teruggeplaatste beelden is op 21 december.